Hoi iedereen, vandaag heb ik voor jullie een Products I've Used Up video. Volgens mij is het de allereerste keer dat ik zo'n video opneem, want het komt niet zo heel vaak voor eigenlijk dat ik producten opmaak echt. Of nou ja, deodorant en sprays en zo, dat gooi ik eigenlijk meestal weg. Deze keer heb ik een mandje hierbij gehouden en hier heb ik alle producten die ik heb opgemaakt de afgelopen tijd heb ik bewaard. Dus het leek me leuk om voor het eerst even een keer zo'n videootje op te nemen. Ik heb een heel mandje met producten die ik voornamelijk in de maand december heb opgemaakt. Maar ik had nu pas de gelegenheid om even een videootje op te nemen. Dus vandaar dat deze nu komt. En ja, laten we eigenlijk meteen beginnen. De allereerste twee grote producten zijn deze twee droogshampoos van Batiste. Of Batiste, wat je ook wilt dat ik het uitspreek. Twee droogshampoos. Dit is de... normale, de original staat er ook op, hier. En dit is de dry shampoo XXL volume, dus die geeft wat meer ja, body of structuur aan je haar, waardoor je eigenlijk wat meer volume erin krijgt. Dus deze vind ik al heel erg fijn, kon ik eerst helemaal niet vinden bij ons hier in Houten in Utrecht, maar heb ik nu toch gevonden in Utrecht. En deze kan je bijna in elke kruidvat vinden, dus deze in bepaalde filialen. Het zijn niet heel erg goedkoop, iets van 4 euro richting de 5 euro, maar ze zijn wel heel erg fijn, dus ik heb het er wel voor over. Nou, het tweede product is een nagellak remover, niet heel erg spannend. Dit is van het huismerk Kruidvat en is gewoon eigenlijk gewoon een prima nagellak remover. Niet zo heel veel bijzonders aan eigenlijk, het is gewoon een goedkope remover, doet zijn werk. En ik heb inmiddels al een andere huismerk remover gekocht, volgens mij van Ethos deze keer. Doet ook gewoon redelijk zijn werk. Niet zo heel veel bijzonders over te zeggen, maar het is goedkoop en het werkt. Volgende product is een Aussie. Dit is de 3 Minute Miracle Deep Treatment for Heat Damaged Hair. Ik hou echt van Aussie, ik hou van de geur. Ik heb de shampoos, de conditioners en de deep treatments meerdere keren geprobeerd, opgemaakt en ik koop het gewoon opnieuw. De geur van deze producten is werkelijk geweldig. En daarnaast vind ik het ook gewoon echt heerlijk spul voor mijn haar. En ik ben helemaal fan hiervan. Trouwens ook een hele fijne verpakking. Want je zet hem gewoon zo neer. Waardoor hij gewoon altijd gewoon al het product onderaan zit. Zodat je niet heel hard hoeft te schudden. En de opening ziet er zo uit. Dus daar komt het uit, zeg maar. Echt een heel fijn product en ik heb al een nieuwe staan, dus deze koop ik gewoon constant opnieuw en opnieuw. Dan heb ik nog een product van mijn haar en dat is de Ghoul verzorgende kleurversteviger en deze is oplichtend. Hiermee heb ik mijn haar wat meer ombre kunnen maken. Deze kocht ik bij de Kruidvat, staat helemaal onderaan het vak bij de verschillende haarkleuringen. Heel klein flesje, dus je moet wel even goed kijken, anders kijk je eroverheen. Hiermee kan ik mijn haar oplichten en dat heb ik dus ook gedaan. Zoals je kan zien is er een best wel groot verschil tussen mijn eigen haarkleur en ja, wat dit spul eigenlijk heeft gedaan. En ik wil eigenlijk de onderkant nog wat lichter hebben, dus ik denk dat ik nu voor een ander product ga. Omdat deze, ja, dit heeft wel zijn werk gedaan, maar ik weet niet of ik het nog lichter krijg met dit. Nou, nu gaan we over naar meer wat beauty productjes. Het zijn er niet zo heel veel. Allereerst heb ik hier... mijn hele vieze Lancôme foundation. Dit is de Tint Miracle. Deze foundation heb ik echt... Dit is de tweede die ik heb gekocht. En het is echt mijn lievelingsfoundation. Als gewoon een andere foundation even niet meer werkt voor mij, dan ga ik gewoon weer terug naar deze. En die werkt gewoon altijd. Hij is alleen best wel prijzig. Namelijk iets van 32 euro. Hij is nu op en ik moet nog eventjes naar de Douglas, bijvoorbeeld, waar ik het meestal koop. En dan koop ik daar even een nieuwe. Het is wel vervelend dat elke keer het nummer van mijn kleur van het flesje afgaat. En ik vergeet constant welke kleur ik heb. Ik denk dat het nummer 2 is. En anders neem ik even gewoon even dit flesje mee om te zien welke kleur ik nou helemaal heb. Dat is dus een hele fijne foundation en die ga ik zeker nog een keer kopen. Nou, heb ik twee mascara's die ik heb opgemaakt. Dit is de L'Oreal False Lash Telescope. Die ken je vast wel, denk ik. Vind ik zelf een hele fijne mascara, omdat die heel goed je wimpers separeert.
Ja, ik vind hem eigenlijk gewoon heel erg fijn. Ik heb voor de kerst hier al een nieuwe van gekregen. Dus ik kan gewoon weer lekker mee verder. En als tweede mascara heb ik de Colossal Volume Express van Maybelline. Dat is deze, die ken je vast ook wel. Vind ik ook gewoon een hele fijne mascara die helaas nu op is. En die heeft ook een best wel fijn borsteltje. En ik hou echt van dit soort fijnere borsteltjes. Ik zal even deze van L'Oreal ook laten zien. Dus twee hele fijne mascara's die helaas nu op zijn. En ik heb nu nog twee producten over. Dit is de Essence I Love a Stage Eyeshadow Base. Zo'n Essence, gewoon super budgetproof. Ik vind het een prima oogschaduwbasis. Ik heb al een nieuwe ook gekocht, dus ga ik gewoon mee verder. En ja, prima product, prima prijs, kwaliteitsverhouding dus. En als laatste heb ik een geurtje opgemaakt en dat is deze van DKNY. Pure DKNY om precies te zijn. Is gewoon vrij, ja, ik vind niet een super speciale geur. Hij is vrij fris. Ik vond hem gewoon heel erg lekker voor everyday geur. Hij is nu op, dus ik ga nu gewoon naar mijn andere geurtjes verder. Het is niet per se een geur die ik helemaal opnieuw zou kopen, want zo bijzonder vind ik hem niet. Maar het is wel een lekkere geur gewoon voor erbij. Nou, mijn mandje is alweer leeg. Ik vond het erg leuk om gewoon wat producten verzamelen en om deze gewoon eventjes weer te kunnen verwerken in een Products I've Used Up video. Ja, ik hoop dat ik misschien in de toekomst nog wat vaker dit soort video's kan opmaken als ik genoeg spulletjes heb om aan jullie te laten zien. Mis jullie dat natuurlijk hartstikke leuk vinden. Ja, dat was het. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei! En deze gebruik ik nu dan om... ja, mijn puntjes wat bij te knippen en eerst om mijn pony een beetje bij te knippen.